Zo van harte, goedemorgen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Carlos Pinas gaf het reeds aan. Soms heb je de techniek niet in handen. En dan raak je verzeild in dit soort avontuurtjes. Maar opgelost en we zijn on air. En ready om aan u te presenteren deze nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Nou, wat we doen, we fietsen langs de lokale dagbladen. We gaan kijken wat er allemaal zich afspeelt. Later op de dag hopen we in onze nieuwsuitzendingen een flinke hap aan nieuws uit China aan u te brengen. Want u weet dat een presidentiële delegatie zit in China en het ene en ander is gaan doen voor Suriname. En dat zullen wij dus wat highlighten in de komende nieuwsuitzendingen. Wat we ook zien langskomen, een bericht over nieuwe biljetten. Hè? En BNets is bezig geweest. Proces grote bankbiljetten in ATM's ingezet. Men praat over een testfase. Er wordt momenteel proefgedraaid met biljetten van 500 SRD en 200 SRD in twee ATM's. Het zal ongeveer 3 maanden duren voor alle ATM's voorzien zijn van de nieuwe biljetten. Dit zegt de directeur van BNets, Kenneth Hendrison, desgevraagd aan Star News. Het zal dan mogelijk zijn om grotere bedragen in één keer te pinnen. De configuratie van de cassettes waarin het geld zit, zal gewijzigd moeten worden om de nieuwe biljetten te kunnen accepteren. De schermen zullen wij voorlopig niet wijzigen. Gekozen is voor een first-in, first-out approach. Eerst de grote biljetten, dan de kleinere, legt Hendrison uit. De aanpassing is deze week in testfase gegaan en verwacht wordt dat we volgende week live gaan. Het gros van de Cashpoint ATM's draait nog op systemen van de 3 grote banken. Daarin is BNets nog afhankelijk van hen. Met ons nieuw systeem kunnen wij beter monitoren en zijn we uitsluitend voor cash nog afhankelijk van de banken, zegt Hendrison. Tegelijkertijd, met de uitrol van het nieuwe systeem, zullen de configuraties ook worden aangepast. De transactielimieten zullen ook omhoog gaan, zodat in één keer meer kan worden gepind. We proberen het mogelijk te maken dat in één keer 8000 SRD kan worden opgenomen. Dit is wel afhankelijk van wat de huisbank instelt, wat maximaal per dag kan worden opgenomen, zegt Hendrison. In elk geval is het nieuws dat men dus bezig is met een testfase wat betreft de grote bankbiljetten, de biljetten van 500 en 200 SRD. En men heeft reeds 2 ATM's voorzien van deze biljetten. En men is bezig om te configureren en alles in place te brengen om zo dus de samenleving van dienst te zijn. En gezegd wordt vanuit BNets dat men ook bekijkt om de daglimiet te verhogen. Men wil of probeert het mogelijk te maken om de limiet per dag wat betreft de pinnen op te trekken naar 8000 SRD. Maar er is een maar bij, zegt men, dat zal afhankelijk zijn van uw huisbank en de door de huisbank gestelde daglimiet. We lezen verder. Kinderen afgebrand te huis opgevangen door kinderboerderij. Kindertehuis Zout ter Aarde, annex school aan de Lolastraat te Cupido, is gistermiddag afgebrand. De kinderen bleven ongedeerd, maar een hond die aan de ketting was, is omgekomen. Een van de kinderen heeft volgens de brandweer met een aansteker gespeeld, waardoor een matras in brand vloog. Al gauw stond het gebouw in lichterlaaien. Gloria Botse van Travas D was met een live-uitzending bezig over de brand, waarbij ze meedeelde dat de kinderen dakloos zijn geworden en opvang noodzakelijk was. De kinderboerderij te Sanderij belde op en zei dat er opvang was voor 36 personen. De kinderen konden worden opgevangen met hun leidster. Er is door Botse contact gemaakt met Romana Bron, hoofd van Bureau Familierechtelijke Zaken. Zij is meteen ter plekke gekomen. Aanvankelijk zouden de kinderen op diverse plekken worden geplaatst, maar er is dankbaar gebruik gemaakt van de kinderboerderij om de kinderen en hun begeleiders op te vangen. Er is ook contact gemaakt met de politie voor vervoer van de kinderen naar de kinderboerderij. En in een mum van tijd was alles in orde gemaakt. Er is naast opvang ook gezorgd voor eten en drinken. En er is dus kordaat en oplossingsgericht gehandeld, wordt gezegd in dit bericht. Het
Panam Dampkampioenschap was ook in full flow gaande, hè? Ja, Edson Amukoni is de verrassing geworden op dit Dampkampioenschap. Niet Gino Burleson, niet Arif Salarbaks en ook niet Johannes Alfaizi, maar Edson Amukoni is verrassend genoeg de hoogste genoteerde Surinamer geworden bij de 22e editie van het Pan-Amerikaans Dampkampioenschap, die dus in Costa Rica is gehouden. Amukoni eindigde op de vijfde plaats in het algemeen klassement met 12 punten. Amukoni is de enige dammer zonder titel in de top 10 van dit toernooi voor de Amerika's. Er deden 42 dammers mee aan dit toernooi. Het op de valreep afreizen naar het Pan-Amerikaans Dampkampioenschap heeft Amukoni geen windeieren gelegd. Arif Salarbaks eindigde met 11 punten, Gino Burleson met 10 en Johannes Alfaizi die behaalde ook 10 punten. En zij eindigden respectievelijk op de 7e, de 12e en de 15e plaats. Van het viertal won Amukoni de meeste wedstrijden. Hij behaalde 5 overwinningen, speelde 2 keer remise en verloor 2 partijen, goed voor 12 punten. Dat was evenveel als de Amerikaanse federatiemeester Alexander Rudnitsky en internationaal meester Frans Forbin. Maar Amukoni moest vanwege minder weerstandpunten genoegen nemen met de 5e plaats. Het had hem de haar geschild of hij had niet aan het toernooi deelgenomen. Het verzoek van Amukoni voor bijzonder verlof werd namelijk in eerste instantie afgewezen door zijn werkgever. Maar de dammer kreeg op de valreep alsnog toestemming om naar Costa Rica af te reizen, laat de Surinaamse Dambond weten. Het Panam-kampioenschap had bij zowel de mannen als de vrouwen een prijzenpot van $3500. Amukoni ontving voor zijn prestatie $200. De kampioen tot en met de nummer 4 ontvingen respectievelijk 1500, 1000, 500 om $300. Tevens kwalificeerde de top 4 zich voor het WK later dit jaar. Amukoni is als nummer 5 de eerste vervanger indien er een uitvaller is. Hij mist dus nog net een kwalificatieplek voor het wereldkampioenschap, een directe plek althans. Burleson zal de 22e editie van het Panam-kampioenschap snel achter zich willen laten. Hij verloor weliswaar 1 keer, maar hij leed veel verliespunten. Burleson, die 3 keer Panam-kampioen werd, kwam 6 keer niet verder dan een remise en won slechts 2 partijen. Hij was daarmee goed voor 10 punten. 1 punt minder dan Salarbaks, die 4 overwinningen, 3 remises en 2 nederlagen liet noteren. Alfaizi behaalde eveneens 10 punten. Hij won 3 wedstrijden, speelde 4 keer gelijk en verloor 2 wedstrijden. Maar had minder weerstandspunten. De Braziliaanse internationaal grootmeester Igor Silva werd ongeslagen kampioen met 15 punten, terwijl de Amerikaan Suleiman Keita met 13 punten het semi-kampioenschap in de wacht sleepte. Rudnitsky en Forbin emden op respectievelijk de 3e en de 4e plaats. Silva heeft dit toernooi voor een record van 5 keer gewonnen. Maar als je kijkt naar de rangschikking en je kijkt naar de behaalde punten, dan heeft Suriname het niet slecht gedaan. Maar je merkt wel dat waarschijnlijk scherpte, ritme kan de, concentratie kan de keer de man. Want ja, ze hebben niet veel wedstrijden verloren. Burleson heeft bijvoorbeeld maar 1 keer verloren. Maar hij heeft dus 6 keer remise gespeeld. En het waren dus helaas te veel punten die zijn laten liggen. Arif Salarbaks ook hetzelfde. Te bedenken dat vrijdag nog, no, met nog 2 rondes te gaan, Burleson en Salarbaks beide volop in de race waren om het kampioenschap te behalen. Maar zo zie je maar weer hoe binnen een ronde, binnen 2 rondes, alles kan veranderen. Het is een top, als een top van de regio die meedoet. En in dit soort toernooien moet je aan de bak. En is elke punt dus kostbaar om dus zo door te stromen. En we wensen onze dammers in elk geval, we feliciteren de dammers natuurlijk met het behaalde resultaat. Jammer genoeg niet in de top 3. En hopen en wensen ze in elk geval veel succes toe bij hun volgende krachtmeting op nationaal of internationaal niveau. Kapalani Ewang Ede zijn aangehouden. Het is viraal gegaan op Facebook en al weken hoor zijn deze twee artiesten met elkaar bezig. Te beef om het zo te zeggen. Bedreigingen over en weer geuit naar elkaar toe. Kappa gaf aan dat hij zou stoppen met rappen. En zijn oude baan weer zou, hij zou weer solliciteren in zijn oude baan. Tussen aanhalingstekens. Maar hij heeft dus een change of heart gehad gelukkig. En kwam daar dus weer op terug. Maar wij zijn een radiostation, wij draaien Poco Herde. Dus vanuit deze plek wil ik ook de beide artiesten oproepen voor Abde Ede.
Er is een heleboel jeugd die luistert naar de muziek, die de mannen idolized, opkijkt naar de mannen. En wat er de afgelopen weken gaande geweest is, is alles behalve een goed voorbeeld naar de jeugd toe, naar de samenleving toe. Het leek er juist op, Nick Dentuma en Rise Up, we hadden vorig jaar nog de awards georganiseerd door meneer Banel, waarbij beide artiesten ook nog in de prijzen gevallen zijn, awards gewonnen hebben. En if you know an award-winning artist, you know a boe artist, je doe je sani, keep it like that. Probeer progressie te boeken, probeer de hits na hit te produceren. Doe waarin je goed bent. En nog een hoor je bezig aan een soort standaard, want het leidt nergens toe. Je moet een vuurwapenvergunning hebben. If you want, wat kan een wapen? If you vindt dat je een wapen van nodig. En alla lazy, wie is in de van plan voor op het Marokko? Maar alla lazy, dan kill, stop you en de man kies je dan als een sani. Yo soroto. Je vertraagt je schrijfje en je stopt jezelf eigenlijk weg. Dus muzikanten, artiesten en ook collega-muzikanten, hè. Nu pleeg matief aan man, mijn bara, mijn desandis, want dat ja nou matief toch. Dus ik hoop dat ook de omgeving van deze artiesten ze tot hun verstand kan brengen dat het zinloos is hetgeen ze mee bezig zijn. Oeliba weet dat hij, het leidt nergens toe. Jong en oud genieten van de muziek van beide artiesten. Maar dit legt er toch wel een domper op. En juist in een periode waarbij rapmuziek, in principe Surinaamse rapmuziek, een beetje on the rise is weer. Er is duidelijk een beetje on the rise. En Kapalani en Wang Ede zijn daar onder andere twee van de artiesten van die hier een grote bijdrage in leveren. Maar dan is aan die Dit is aan Siferi. Dus we hopen dat de heren gauw uit de situatie komen. Dat ze hun fouten inzien natuurlijk, werken aan correctie. En dan ik desans nog niet die onnodig. Want dat zomaar. Want het is doen dat je vertraagt je schrijfje. En je potie schrijft op je man. Tenzij de afkant die maar ook al gratis. Maar het leidt nergens toe. Dus we hopen dat die boodschap via of zo aankomt. En dat alles goed komt en dat de man hoor alleen. Misschien in de toekomst. Dat we dus een pokoe horen van Kapalani en Wang Ede samen. Daar zijn we misschien nu op dit moment heel ver van. Maar wie weet komt dat nog. Maar nogmaals, abief, jugu, trobi, sani. Leidt nergens toe. Gaat leiden tot dit soort situaties. Want trouwens, if to my beef openbaar. To my beef tapa social media. Over en weer hebben dreig. Dan kan de jouw aan de shakeba. De kille volgie. Denk je op Biggie hoor, die nou letten daar in de gaten. Dus kan dit ook toe vanaf Abif Biggie. Denk je op Biggie piep. Weten de van Eden, toen man zie, nou los toe den schrijf in mijn bedrijf, den schrijf over en weer. En heeft de man vindt, vind niet. Dat de man vindt vuurwapen naar jou. Dat de man houdt 1-1 op. En dan ga je alvast die vertraging oplopen toch. Dus koe Abu Ede alsjeblieft. En nogmaals de omgeving van de artiesten. No play mati, no play body na nga de man. If in de soort sandi si yo 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 hype man. Pre fi sukuf ko rama tak ei no ko liba sandati. Ko go in na studio go kotwa poku. Hopelijk hebben de mensen me gehoord en ja. Wij hebben ook hits op onze Power Top 30 gehad, onder andere van Kappa. En zo ook meerdere mediabedrijven, meerdere radiostations. En we hopen van beide artiesten ook meer producties te horen. En hopen dat ze meer positiviteit zullen spreiden. Op de samenleving, vooral op de jeugd. Want nogmaals, wallo jong, wat idolize de man die zie. En dan zijn dit toch wel dingen die wij onze jeugd niet willen meegeven. Nou, dan gaan we straks in de studio praten met twee mama's. Twee jonge Surinaamse vrouwen. Bijzondere vrouwen ook nog hoor. Zij schuiven zo meteen aan. Bij mij in de studio. We gaan praten over de bodybuilding en fitness sport. En praten over twee supermama's. Die op de een of andere manier een recept hebben om de beste mama te zijn thuis, de beste echtgenote te zijn thuis en toch nog ook te sporten en Suriname te representeren in het buitenland. En binnenkort vertrekken beide vrouwen, beide dames naar Barbados om daar mee te doen aan het grootste bodybuilding en fitness toernooi, de Roger Boys World Cup, die dus gehouden wordt in Barbados van 8 tot... Weekend van 8 tot 11 mei. En met deze dames gaan we praten over hoe zij het klaar spelen. Want ja, het intrangen, het indruk. Hoe of waar haal je de tijd vandaan
om dan nog op de highest level bezig te zijn met een sport beoefenen en Suriname te vertegenwoordigen. We gaan praten zo meteen met twee kampioenen. We zullen in de studio hebben Charelle Meijer. Zij is de bikini fitness kampioene 2023 in Suriname. En Vanessa Henry Forster, zij is dus de wellness bikini kampioen van het vorig jaar. En ze won trouwens ook het jaar daarvoor. Zij is tweevoudig kampioene. En beide dames worden dus afgevaardigd naar Barbados om Suriname te vertegenwoordigen. En ja, Suriname daar nog meer op de kaart te plaatsen. Het is bijzonder trouwens, want dit is een van, ja, het is het grootste regionaal toernooi. Vrijwel alle landen uit de regio die proberen altijd atleten af te vaardigen naar Barbados om deel te nemen aan deze competition. En dit jaar is het niet anders. En Suriname zal er zijn met maar liefst 11 atleten. Het is een historisch grote afvaardiging. We gaan er naartoe met 5 pro's en 6 amateuratleten. Om dus wederom de regio te domineren. Of althans het signaal te geven dat we al enkele jaren het nummer 1 land zijn in de regio wat betreft bodybuilding en fitness. En deze delegatie zal vergezeld worden door onder andere een bestuurslid. En er worden ook 2 juryleden afgevaardigd om daar dus te proeven van het jureren op een internationaal niveau. Het is 8 tot 12 mei en Suriname gaat er met 11 atleten naartoe. De 11 atleten zijn Anthony Nekerui, Charelle Meijer, Rudolf Getrouw, Cheyenne Madretsma, Vanessa Henry Forster en Rafael Cromocario. En de pros die er naartoe gaan zijn dus Eddie Wilson, Jermaine Karrig, Fabian Wil, Supe Kuse en Rendel Haakmat. Dat zijn dus 11 atleten die er naartoe gaan. En ja, voor het eerst wil ik wel naar zo'n hoereet ploeg. Want hey, eerlijk, dit is de best of the best. Als ik praat over Eddie Wilson, dan hoef ik bijna niet veel te zeggen. Hij is onze legend. De beste of meest succesvolle bodybuilder die Suriname voortgebracht heeft. Eddie Wilson. Jermaine Karrig, ja, een monster dat hij. Papa de Reddy, hij heeft vorig jaar de Mr. Suriname titel wederom gewonnen. Hij ging naar Colombia, naar de Mr. Universe. En in Colombia, aan Broca podium, aan win aan Mr. Universe in Colombia eind vorig jaar. Hij behaalde zijn pro-kaart. En ja, hij gaat dus voor het eerst op de planken moeten battelen tegen Eddie Wilson. Two Monster, Sanang, Moxitra Monster. Dat wordt dus wel mooi. Ja, Fabian Will is er ook bij als pro. Supe Kuse, de Giant Killer. Supe is er ook wel weer bij. En Supe heeft al eerder moeten battelen tegen Eddie in het buitenland. Dus Supe kent het gevoel om te staan met de reuzen op de planken. Maar het zal dus de eerste keer zijn dat 5, ja, laten we zien, 1, 2, 3, nee, 4 Surinamers tegen elkaar zullen battelen met andere bodybuilders natuurlijk in de line-up. Voor het eerst op profniveau dat er in een prof line-up wat bodybuilding betreft maar liefst 4 atleten namens Suriname op de planken zullen staan. In Eddie Wilson, Jermaine Karrig, Fabian Wil en Supe Kuse. Het is een open categorie, open klasse zal het zijn op Barbados. Dat want ik allemaal en niet allemaal. En allemaal op Bettelange allemaal. Het zou natuurlijk prachtig zijn als Suriname de 1, 2, 3 kon behalen. Weet je, de 3 eerste plekken. Maar uit de andere landen hebben we gezien in de voorgaande edities dat er ook wel topatleten afreizen uit Nederland zelfs, nodig maar uit andere delen van Europa, ook in de regio. Dus het niveau van deze competition is ja, niet makkelijk. En we zijn daarom ook bijzonder benieuwd naar wat deze wedstrijd met zich zal meebrengen. En Fattori Owaka in het weekend van 8 tot en met 12 mei. Er is ook een mogelijkheid voor andere atleten natuurlijk om te shinen. Rendel Haakmat, die doet wederom mee in de Classic Fysiek klasse. Hij is ook een van onze pro's, de jongste pro bodybuilder van Suriname. Al dacht ik 2 jaartjes heeft hij zijn pro-kaart. En hij zal dus competen in de Classic Fysiek klasse. Hij heeft onder andere iets recht te trekken tegen de kampioen uit Barbados. Want vorig jaar de man T. Rendel. En hij heeft toen die guy uit Barbados verslagen in Spanje. In die competition daar. En nu gaat Rendel dus naar Barbados. Fuzetsani. En om dus revenge te nemen op onder andere die meneer. Maar ook om die competition natuurlijk te winnen. Wat onze amateurs betreft, belooft het ook mooi te worden natuurlijk. De dames zullen ons straks vertellen over hun journey en voorbereiding. Charelle Meijer en Vanessa Henry Forster. Cheyenne Madretsma is de andere dame die meegaat. En daar hebben we Rafael Cromocario. En deze man moeten wij in de gaten houden. Hij is onze beste
mensfysiek atleet. Doet al enkele jaren mee en domineert al jaren de scene in de mensfysiek klasse. En Rafael Cromocario die gaat er op de editie van deze Roger Boys World Cup voor om dus een pro-kaart te halen. Hij gaat voor zijn pro-kaart. En indien hij zijn pro-kaart haalt, dan wordt Rafael Cromocario onze eerste prof mensfysiek atleet in de geschiedenis. Dat zal ook heel erg mooi en historisch zijn. Hij ziet er ready uit. Hij is er klaar voor. En we duimen dus ook voor Rafael Cromocario. En natuurlijk hebben we dan ook nog Anthony Nekruy. Good old Anthony Nekruy. Veteraan in principe. Maar ook een van onze beste atleten. Ook hij gaat in de amateurklasse een gooi doen naar een pro-kaart. En kijken hoe ver hij komt in deze competition. De Roger Boys Elite World Cup. Zo, ik heb gebabbeld. En de afspraak was 8:30. Maar ik begrijp dat de dames dus onderweg zijn. Naar de studio. En dan kunnen we dan starten. We hebben afgelopen weekend ook gehad de voortzetting van de SML natuurlijk. En Robin Hood heeft goede zaken gedaan vrijdag. Robin Hood heeft pak slag uitgedeeld aan PVV. En zo haar positie op de ranglijst enigszins verbeterd. Dus accompagne jou Span. Onze eerste profcompetitiejaar. En je merkt nu al na 6 speelrondes dat het voor geen enkele ploeg een easy walkover wordt. Het wordt bijzonder spannend. Dus daar mogen we naar uitkijken. Samen mij verstaan ook toe, jong. Noem mij denken, Tori. Komende zondag is El Clasico. Real Madrid, Barcelona. Hij moet gewoon afzien aan pleit dat hij eigenlijk moet zo. Denk je eens maar aan een visuele beperking. En dit is maar zo kan de noem aan Luca Playa TV. No? Ik ga vandaag de draad even oppakken en bekijken. De mogelijkheid om El Clasico live te brengen. Dat bobo nou. De massa dat op zee kan de, zijn aan tv dappe. Dat we volgen gaat door die live. Nee, we gaan het even oppakken. Dat we zitten alsnog. Want dat is altijd vuurwerk. En altijd spannend. Tiene tamara na Champions League, me denk je nou. Dat ook toe. We op wat wending, want vandaag gaat het doek vallen. Voor 2 ploegen. Morgen weer 2. En dan zo weer door een climax ook toe. Voor Aspantori DC. Dus allemaal heel erg spannend. En genoeg om naar uit te kijken natuurlijk. We gaan zo meteen praten met Sherelle Meijer en Vanessa Henry Forster. Over hetgeen ik aankondigde. We krijgen binnenkort de Roger Boys World Cup op Barbados. Het heeft een heleboel inspanningen en werk gekost om het een en ander gedaan te krijgen. En dan nog Oenendorp om door eten. Het is bedelen links en rechts om zo'n grote delegatie af te vaardigen. U moet nagaan, het zijn 11 atleten, het zijn 2 juryleden, het is 1 bestuurslid. Er gaan enkele begeleiders mee, coaches mee. Je moet dat wel hebben, want bij bodybuilding komt bij kikker de atleten getent moeten worden. Ze moeten de instructies krijgen. De laatste puntjes moeten al daar op de i gezet worden. Dus al met al nou een mooie biggie ploeg. Ik dacht dat het een delegatie is van 20, 21 man. Die vertrekken naar Barbados om Suriname daar te representeren. En nogmaals, het is de eerste keer dat we met een dergelijke delegatie van deze omvang afreizen. Wat deze sport betreft, bodybuilding en fitness. Suriname gaat er naartoe met 5 profatleten en 6 amateurs. En dat is nooit eerder voorgekomen dat we met een dergelijke delegatie afreizen zo. Als je nagaat, de Guyanese, die gaan dus met 2 atleten er naartoe. En die zullen ook met de SLM reizen, want er wordt gereisd Paramaribo, Georgetown en Georgetown naar Bridgetown. En de Guyanese delegatie bestaat uit 2 atleten. De Frans-Guyanese die gaan er met 1 atleet naartoe. En Suriname zal er zijn met 11 atleten. Alleen maar om u aan te geven hoe het zit met Suriname wat betreft deze sport. We hebben een mooie vijver waar we uit kunnen vissen. Oelaimang, Oelaispits. En er gaan dus in elk geval in totaal 11 atleten er naartoe. Om dus Suriname te vertegenwoordigen op dit groot toernooi. Nou, daar heb ik er alles aan gedaan om zinnig te babbelen. En dan kunnen de gasten gelijk aanschuiven. En dan kunnen wij starten met de dames die ik eerder aankondigde.
om dus van hen ook een beetje te horen hoe het heeft gezeten met de journey die zij hebben moeten bewandelen. Om op het punt te komen dat nu dus ook internationaal gecompete zal worden. We hebben in de studio Charlotte Meijer. Zij is de bikini fitness kampioen 2023 en heeft ook behoorlijk wat internationale ervaring opgedaan in korte tijd. En Vanessa Henry Forster is dus onze tweevoudig wellness bikini fitness kampioene. Of wellness bikini kampioene. En dit zijn twee van de dames of twee van de atleten, twee van de elf, die binnenkort afreizen naar Barbados. Dames, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Morning. Mag een beetje naar binnen schuiven, Vanessa? Nee, naar binnen. Binnen. Zo? Ja. En dan de microfoon een beetje naar je toe trekken. Dan komen we helder en fris over. Yes. Alles goed met jullie en jullie drukke schedule? Ja, met mij gaat het. Jullie hebben het gered om hier te zijn. In mijn aankondiging gaf ik aan dat het anno 2024 een heuse uitdaging is om een vast patroon te hebben en te multitasken. Jullie zijn beide topsporter intussen, ja, topsporter, kampioenen. Maar daarentegen zijn jullie ook echtgenoot, moeder. Jullie werken. Om te beginnen bij Vanessa. Ja. Hoe ben je hier in beland of hierin verzeld geraakt en hoe speel je het klaar allemaal? Om te beginnen. Laat me beginnen met wat me heeft gemotiveerd eigenlijk om dat ik zo ver ben gekomen of dat ik nu meedoe. Eigenlijk ga ik al sedert 2015. Trek mijn microfoon een beetje naar je toe. Ja, sedert 2015 ga ik al naar de gym. Maar toen was het gewoon meer om fit te blijven. Ja, ja toch? Je wil sexy blijven, fit blijven. Toen sprak mijn man plotseling in 2018, als ik het goed heb, ja, over bodybuilding wedstrijden, hoe hij mee wil doen. Ik zei, nee boy, dat gaat het niet worden. Ik zei, je kan een posing slip kopen om voor mij te poseren in de kamer, maar dat gaat het niet worden op een podium. Maar ja, heeft het slim gespeeld. In 2019 geloof ik, was ik in congres al, ik heb meegenomen. En je gelooft het of niet? Raakte helemaal geïnspireerd. Ik raakte helemaal geïnspireerd. Zo. Ik zei toen tegen hem van, hey, ik wil eens wel meedoen. En toen was het omgekeerd. Ja. In 2002, ja, ik ontmoette toen Militia Gallimone in de gym. Mm-hmm. We werden bevriend, ik trainde af en toe samen met haar. Ze motiveerde me. En in 2022 was het de eerste wedstrijdje. Mm-hmm. En dan onder begeleiding van Militia Gallimo. Ik werd toen kampioen in de wellnessklasse. En vorig jaar, Militia is een pro-atleet, ze heeft ook wel druk met haar activiteiten, met haar voorbereidingen. Is ze me geïntroduceerd bij Geer, Gilberto. En nam ik vorig jaar een deel. Onder begeleiding van Geer, ik werd opnieuw kampioen. Tweevoudig kampioen. Ja. In eigenlijk 2 jaren competitietijd. Dat is toch wel heel erg bijzonder. Maar hoe speel je het klaar? Want je hebt verschillende petten op. Hoe reageren? Oké, dat van je man waarschijnlijk is wat makkelijker gegaan. Maar hoe reageren de kids en je thuissituatie op het feit dat mama topsporter is? Het is behoorlijk zwaar. En ik heb ook nog 2 dochters, 2 kinderen. Ja, 1 van 15, 1 van 8. Die van 15, zij is iets ouder. Dus ze doet haar eigen ding. Maar die van 8, ik moet haar best wel helpen met haar schoolwerk. Ik moet niet voor je jokken. Ik krijg de volle ondersteuning van mijn man. Vooral in deze fase. Weet je, huishouding en al dat soort dingen. Hij ondersteunt me echt. Dus ik kreeg wel de gelegenheid om te gaan trainen. Om mijn ding te doen eigenlijk. Maar een goede support system is dus wel belangrijk. Yes, als je dat niet hebt, mag je stoppen. Sorry. Je werkt anders ook, is het stress. Je werkt ook nog? Hoe gaat het op dat vlak? Ik moet niet voor je jokken hoor. Ik kreeg ook die volle ondersteuning van mijn collega's en mijn manager. Ik mag niet klagen. Het enige wat je moet doen is dus wel presteren. Presteren dus en... Je slabak daar. Nee. Presteren en goed communiceren eigenlijk. Nee. Ja, dat is het. Charlotte Meijer, jij bent intussen ook kampioen. Je hebt de nationale kampioenschappen onlangs gewonnen. Enkele maanden geleden. In Guyana heb je dus ook de Stage of Champions gewonnen. Je bent gaan proeven op Aruba, onder andere. Dus je hebt ook in korte tijd je vleugels uitgeslagen wat betreft de bikini fitness sport. Hoe is het bij jou gegaan allemaal? Dus
Laat me dit ervan zeggen, hè. Want dat heeft Vanessa zo net niet aangegeven. Vanessa en ik waren vroeger beide modellen. Mm. Snap je? We waren altijd, op een gegeven moment als je kinderen kreeg, dan je toch? Dan ben je niet zo streng meer op jezelf om te letten hoe je eruit ziet en zo. Maar het feit dat we beide modellen zijn geweest en altijd al op de planken hebben gestaan, dat is een trigger voor je om mee te willen doen aan die bikini fitness. Snap je? En net als hoe zij na één wedstrijd is gegaan en het haar heeft getriggerd, precies hetzelfde is ook met mij gebeurd. Ik kan me herinneren dat ik voor een oud model van me die al eerder mee had gedaan met bikini fitness wedstrijden. Ze kwam naar me toe en ze vroeg me van ja, ik heb een bikini, maar ik vind die echt mooi. Kijk voor mijn pimpen en al dat soort van dingen. Dus toen ik zo bezig was met die bikini van haar te pimpen, dan begon er al een soort van ding in me op te komen. Zeg van, een bikini mooi, ik wil het ook wel aantrekken, snap je wat ik bedoel? En ik ging toen naar de wedstrijd kijken. Volgens mij was ze niet in de prijzen gevallen. Maar ze zag er verdomd goed uit van mij on stage. En al die dames zo, het gaf me een bepaalde kriebel. Toen leerde ik Cheyenne Madretsma kennen. Die is ook een bikini fitness atleet. Zij zou haar eerste wedstrijd draaien. En toen kwam ze bij me zeggen van ja, kan je me helpen met poseren? Maar poseren voor een bikini fitness wedstrijd en model poseren zijn like two different things. Ik kan er gewoon de basics leren om op hakken te lopen en dergelijke. Maar het echte poseren, dat kon ik er niet leren. Ik ging toen naar haar wedstrijd om te kijken. En daar had ik weer zo'n kriebelgevoel. Maar toen kwam COVID, dus heb ik dat heel ding laten liggen. En ik ging toen in 2022 ging ik naar de nationale kampioenschappen van eigenlijk 2021. Mm-hmm. Die werden in maart gehouden. Ja, klopt. Ik ging er naartoe en daar waren er vier mensen, waaronder Vanessa. Die een van ze was die me vroeg. Je hebt me toen gevraagd, waarom doe je niet mee? Ja, want ze had toen al de voornemens om mee te doen. Ze trainde al ernaartoe. Werkelijk, ja. Zij was een van ze die me vroeg, want er waren zeker vier mensen daar die me die avond hebben gevraagd. Maar waarom doe je niet mee? En zij was één van ze. Ik moet wel een goede trainer vinden als ik dit ga doen. En ik heb dit al vaker gezegd. Nu train ik wel alleen met Anthony. Maar ik wilde altijd een vrouwelijke trainer hebben. Omdat wij vrouwen, we hebben met veel meer te kampen. Snap je wat ik bedoel? En omdat we met veel meer te kampen hebben, is het eigenlijk voor een vrouwelijke trainer beter te begrijpen dan voor een mannelijke trainer. Begrijp je? Dus ik wilde per se een vrouwelijke trainer hebben. En ik denk dat dat ook heel erg goed is om te starten met een vrouwelijke trainer. En als je daarna je vleugels wil uitslaan naar een mannelijke trainer, is het something else. En als ik nu naar Vanessa haar verhaal luister, hebben we precies hetzelfde gedaan. We both started out with women. Om ons die begeleiding te geven, die juiste begeleiding te geven. Jezelf te identificeren, je lichaam te leren kennen. En als je daarna door iemand anders wordt getraind, weet je precies wat jouw limit is, hoe ver je kan gaan, wat je lichaam aan kan. En niemand kan je dan zodanig pushen dat je uiteindelijk een blessure zeg maar oploopt. Maar hoe is het bij jou gegaan qua je privé situatie, je partner, de kids, je werk? Ja, hoe ging dat? Ik moet zeggen, toen ik ermee begon, mijn man die was wel altijd very supportive en zo. Maar mijn moeder was altijd van, je fucking! En al dat soort van dingen. Ze was er helemaal niet echt happy over. Helemaal niet, nee. Tot op het moment ik dan deelnam en ik mijn eerste wedstrijd, ik op de derde plaats eindigde. Toen zag ik dat ze al begon te veranderen. Je weet dat. En toen ik naar Guyana ging en ik werd eerste. En iedereen daar belde van, je dochter heeft gewonnen. Totally different person. Nu vraagt ze me, je gaat niet naar de gym vandaag. Snap je wat ik bedoel? Dus ik heb wel volledige ondersteuning. Ook van mijn collega's aan het werk en zo. En de kids? En de kids helemaal. Mijn oudste dochter die zit in Nederland om te studeren. Maar die kleine, zij is 6. En zij is ook echt, mag ik met je mee naar de gym? Kijk, als ik naar 4R ga, kan ik haar natuurlijk niet meenemen. Maar als ik bij body technicians train, dan komt ze mee. En dan doet ze ook wel mee. Dus volgens haar traint ze ook wel mee en zo. Maar ik heb echt de volledige ondersteuning. En dat is wel heel erg belangrijk. Wil je het toch wel verschoppen in deze sport, heb je toch wel ondersteuning nodig van weet je, de mensen om je heen. Als je dat niet hebt,
Dan sta je er eigenlijk helemaal alleen voor en het is best wel zwaar. Dus van tijd tot tijd heb je wel echt even een extra motivatie nodig, een extra schouderklopje om je een beetje door te laten gaan. Wat triggert om door te gaan? Ja, je bent nu een treetje hoger, het is geen recreatie meer of keep fit. Het is nu competen, je lichaam leren kennen, want dat is een proces, je kent je lichaam nooit goed genoeg. Wat is die prikkelen? Want bodybuilding, fitness is een behoorlijk dure sport. Dat is eigenlijk het enige dat geen prikkel geeft. Dat is eigenlijk het enige dat geen prikkel geeft. Als je zo gaat om die supplementen te kopen, dan denk je bij jezelf, oh my god, moet ik weer zoveel geld uitgeven? Mm-hmm. Dat is echt het enige. Maar na een x-aantal... Kijk, je lichaam vraagt er uiteindelijk zelf naar. Mm-hmm. Als je gewend bent die routine van trainen, vraagt je lichaam uiteindelijk zelf naar. Ik heb bijvoorbeeld, ook al ben ik niet in trainingsfase, zeg maar, of in prepfase, heb ik toch nog de gewoonte om 's morgens mijn cardio te gaan doen. Ik word gewoon automatisch wakker en ik kan gewoon niet meer slapen. Toch? Dus ik moet dan gewoon uit huis gaan om die cardio te gaan doen. Dus ik blijf gewoon mijn cardio doen. En het lastige ervan is, doordat het lichaam het zodanig gewend is, kan je er niet meer zonder. Dus dat is eigenlijk die automatische prikkel die je eigenlijk krijgt. Dat je gewoon door blijft gaan ermee, met het trainen althans. Ik moet dit ervan zeggen, toen we naar het buitenland gaan, heb je meestal tijdsverschil. Met Guyana en met Aruba was het maar een uur tijdsverschil. Maar ik word standaard elke dag om 4:30 wakker om naar de gym te gaan om mijn cardio te gaan doen. En ik was daar in Guyana elke dag om 4:30 wakker. Ja. Die anderen sliepen nog uitgebreid, weet je, want ik was met heren aan het snurken. Ik zit te draaien op het bed, want ik ben gewoon klaar wakker. Ik moet gewoon iets gaan doen. Ja. Wat is het bij jou? Waar haal jij die motivatie en die prikkel vandaan? Ondanks bodybuilding, zeker wat betreft de investering, een vrij dure sport is. Het is vrij duur, dat vooral. Vooral nu. Ik heb het natuurlijk niet makkelijk, maar geloof me, ik heb 2 wedstrijden gewonnen. Geloof me, ik kan automatisch, je wil doorgaan. Mm. En je wil best wel weten hoe het is om een internationale wedstrijd te draaien. Want, om te weten waar je staat. Voor jou eerst, hè? Ja, om ook te weten waar je staat, hoe ik sta en waarom ik nog moet gaan werken. Precies. Natuurlijk, na mijn 2 wedstrijden ben je ook nog gaan kijken naar beelden, foto's van hey. Momentjes, hieraan moet ik werken, maar wie wil dat nou niet? Dus ik was echt gemotiveerd. En weet je wat ook het leuke ervan is? Los van dat je lichaam er automatisch naar vraagt, je bent er eigenlijk al aan gaan wennen. Als je je progressie ziet, elke keer wanneer je mee hebt gedaan in een wedstrijd, ik kijk naar die foto's en je zet die foto's naast elkaar van de wedstrijd ervoor en de wedstrijd die je onlangs hebt gedaan, dan zie je gewoon hoe je lichaam aan het veranderen is. Mm-hmm. Het is gewoon prachtig om te zien. En dan weet je nog, net als wat ze zei, waaraan je zou moeten werken. Zeg van, misschien moet daar die bil een beetje strakker of je weet toch. Dus dan, het geeft je extra motivatie om harder je best te doen om te komen waar je daadwerkelijk wil zijn. En ook om te praten over dat het een dure sport is. Geloof me, het is echt een dure sport. Je gaat echt moeten kijken van, je gaat prioriteiten moeten stellen. Wat eet ik wel en wat eet ik niet? Hoe kan ik er bijvoorbeeld goedkoper uitkomen? Want als ik al moet kijken naar wat de rek euro kost, mm-hmm. Weet je hoeveel euro per dag eten? Klopt. Ja. Dus ook daar krijg ik die volledige ondersteuning van mijn partner. Want geloof me, ik zou het niet alleen kunnen doen. Los van de voeding. Ja. Wat kost een doorsnee bikini en een doorsnee schoen om op de planken te staan? Moet ik je zeggen, ik heb de mijne. Mijn man was toevallig in Nederland. Heb ik hem de mijne laten kopen. En het was 400 zoveel euro. Ja. Ik heb korting gehad. Dus heb ik 300 euro betaald. Dus dus als ik het vertel aan... Voor een schoen en het is geen... Nee, bikini. Ja. En als ik dat vertel aan mijn collega, denken ze, maar bikini, je kan toch gewoon naar het Chinees gaan of naar een winkel gaan en een bikini kopen? Nee, dat is niet hetzelfde. Die wedstrijdbikinis die zijn speciaal. Het is niet hetzelfde. Het wordt ook niet in Suriname verkocht. Nee. Je moet het laten halen. Dus en die schoenen, kijk, ik ben, I'm a very budget-oriented. Die schoenen kan je gewoon bij Steps halen?
Ja, toch? Ik moet zeggen, ik heb mijn eerste wedstrijdschoen heb ik wel laten halen. Hmm. Toch? Je weet niet beter, dus je laat je wedstrijdschoen halen. Ik heb mijn eerste wedstrijdschoen laten halen en dat heeft me $105 gekost. Toch? Dat was de prijs van die schoen. Dus die shipping enzovoort, die was nog niet bij komen kijken. En ik dacht, ik heb een hele goede schoen gekocht. Snap je? Hier heb ik die schoen aan kunnen trekken. Ik ben er menig jaar aan gegaan. Ik heb het aan kunnen trekken. En toen ik naar Aruba ging, waar die wedstrijd vele malen groter is, kreeg ik toen te horen van, je schoen voldoet niet. I was like, hoe niet? Ik heb zoveel wedstrijden aangetrokken. En toen gaven ze me aan dat mijn plateau van mijn schoen like, een beetje te hoog was. Dus het moest een halve centimeter, ik zeg het je, halve centimeter. Zo streng let men erop. Zo streng let men erop. Dus ik moest uiteindelijk een andere schoen hebben. En hetzelfde met mij? Ja, een andere schoen hebben. Dus ik heb nu gewoon eentje hier gekocht bij Sash. Ik heb gewoon gekeken naar wat de standaarden zijn waarnaar men uitkijkt voor een schoen. Kan je dan met je maatlintje naar die winkel? Ja. En dan heb ik dus hier gewoon een schoen gekocht. Maar die bikini cap kan je niet. Nee. Die kan je hier halen. Dus die moet je gewoon laten halen. En je staat ervan versteld dat die bikinis ook voor $1200 en dergelijke prijzen de deur uitgaan. Natuurlijk kiezen wij daar niet voor. Het hangt ervan af wat voor type stenen je op je bikini wil hebben. Mm-hmm. Hoeveel stenen er op je bikini moeten zijn. Want je hebt die stenen en die steentjes in verschillende gradaties enzovoorts. Als je uitsluitend bikini met Swarovski stenen wil hebben, dan ben je al dicht bij de $1200 US dollar of euro. Mm-hmm. Ik weet even niet hoe die stenen van mij heten. Die glimmen wel, maar die zijn niet zo extreem. Niet zo extreem glans. Je doet hem gewoon iets goedkoper, dat je er nog steeds goed voor de dag uitkomt. Maar dat je wel er goedkoper vanaf komt, ja. Dat is wat Charelle zei. Ik was zo enthousiast van, ja, ik ga naar het buitenland. Mijn eerste internationale wedstrijd, februari, heb ik een schoen laten halen. En dan kom ik hier naar die teach in. En dan hoor ik van Charelle. Dat eigenlijk mijn schoen. Ja, ik moet nog een nieuwe. Ja. Ik moet een andere schoen kopen. Zo, dus daar heb je in elk geval een uitgaansschoen erbij. Ja. Dus, ja. Is, mijn eerste is het misschien een idee voor iemand die luistert om een wedstrijd bikini business te beginnen? Ik zou dat niet zeggen. Of is de aanwas niet zo? Nee, ik zou dat niet. Ik zou dat niet. Kijk, als het iemand is, ik heb toevallig wel gehoord dat er een Braziliaanse vrouw moet zijn die dit soort dingetjes weet te maken. Kijk, in zo'n geval is het wat anders, ja. Snap je? Maar dat je zegt van, hé, je laat wedstrijd bikinis halen, is not a good idea. Omdat je, wanneer je een bikini gaat kopen, toch? Is het niet gewoon zeg van je neemt een small of een medium of weet ik veel. Mm-hmm. Zo gaat het niet aan toe. Je moet je maten sturen en als ik zeg maten sturen, dan is het je waist, de omvang van je bil, jouw eigen lengte, ja. Je kruismaat moet je voor ze sturen. Dus het is echt een hele opmeetwerk. Mm-hmm. En dan gaat het, en dan wordt die bikini op maat vervaardigd. Mm-hmm. En dan wordt het voor je gestuurd. Dus het enige wat je kan doen, is wel, ze hebben wel voorbeelden van wat voor type bikinis ze allemaal hebben. Dus dan kan je zeggen van, hé, dit is wat ik wil hebben. Maar dan wordt het per se op maat gemaakt. Dus exclusief, hè? Ja, exclusief. Ja. En daarom zijn ze zo duur, want het zijn handgemaakte dingetjes. Wat je ook kan hebben is, kijk, als ben je niet van mij. Ik heb een bikini laten halen en, ik ben al 1 meter 71 en er stond eigenlijk over 1,68. Mm-hmm. Dus ik denk, oké, ik ben 1,71, dus gaat me passen. Die bikini komt aan, het past me wel, zit perfect, maar dan heb je toch nog wat kleine dingen, bijvoorbeeld dat je... Hoe noem je het, je kruis misschien? Ja, dat toch wel ietsje strakker wil hebben. Ja. Ja, dus daarom is het, wil hebben. Is, daarom is het best om toch nog even brengen naar iemand om het verder te fixen. Te fixen. Mm-hmm. Hoe voelt het aan om in zo'n grote delegatie te zitten? Suriname gaat, we zijn al eerder met grote delegaties gegaan. De grootste was Guyana, dacht ik, in 2018 of zo. Toen gingen we met 13 of 14 atleten naar Stage of Champions. Maar het wordt toch de eerste keer dat we dus met 11 atleten gaan naar Barbados, dat is wel het grootste, ja, want we waren wel naar Barbados 2017. Maar we waren, dacht ik, 8 of 9 atleten, was ook nog niet zo'n grote delegatie. En we waren toen ook nog niet zoveel profatleten. Nu hebben we een situatie dat we dus gaan met 5 profs en 6 amateurs. En dat komt toch wel voor het eerst voor. En jullie maken er beide deel van uit. Geeft dat ook een speciaal gevoel? Kijk, voor mij is het nieuw, maar ik mag je zeggen, ik kan niet wachten.
Nu al op 8, geloof me. Ik heb mijn trolley al klaargezet, kleren klaargezet, wat ik wil meenemen. Ik ben helemaal enthousiast. Ik weet het niet. Ja. Ik kan het niet beschrijven, ik kan niet wachten. Ja. Sharon? Nou, ik ben super enthousiast, om eerlijk te zijn. Mm-hmm. Ik zit al op mijn streefgewicht. Ik vind gewoon dat ik al helemaal ready ben. Ik ben good to go om mijn ding te doen. Ik poseer letterlijk elke dag en ik ben gewoon constant aan het bijschaven. Je weet toch, zeg van, als ik dit erbij doe, heb ik een extra flair eraan toegevoegd, je weet toch, om on stage extra te shinen enzovoorts. Maar ik ben er echt gewoon helemaal klaar voor. Ik kan niet wachten om 8 mei te vertrekken, om eigenlijk te zien. Ik heb een beetje gezien wat mijn competitie daar zo gaat zijn. Ik ken niet allemaal, maar ik heb wel een paar van die dames gezien. Want dat is het allerbelangrijkste wat ik doe. Mm-hmm. Los van het feit dat ik keihard train naar een wedstrijd toe, wil ik wel weten wat mijn competitie is. Mm-hmm. En als je weet wat je competitie is, weet je ook hoe je jezelf sterker kan maken. Snap je? Dus ik heb degene die vanuit het buitenland komen om deel te nemen aan die wedstrijden, heb ik nog niet gezien. Maar al die chickies die van Barbados mee gaan doen, I know them all. Snap je? Ik wil ze allemaal zitten volgen. En ik doe... Ik wil niet te cocky klinken, maar... ik ben ready. Ja. We hebben ook een situatie in Suriname dat er toch wel voor dames een drempel bestaat. Als je naar de gyms gaat, zie je, of althans als bestuur van de Bodybuilding Bond, gaan we wel eens naar gyms. En dan zie je de dames rondlopen. En het is bijna alsof je naar een plantje kijkt. Zeg je, want je wil cookie comfort op plangen. Maar dan hebben de meeste dames toch wel een drempeltje van waarom ze gewoon in de gym willen blijven en niet die stap maken. Zie je dat ook om je heen? En wat zouden jullie als twee van de competitors, moeders, ook drukke vrouwen, willen meegeven aan vrouwen die nog wel een drempel ondervinden om die stap te maken? Zoals jullie ook wel een drempeltje hadden voorheen. Bij bepaalde dames, je praat eigenlijk in de gym met enkele dames. En bepaalde hebben podiumvrezen, behalve dat niet ieder... kijk, ik was vroeger ook zo, Sharelle, mag ik bamen? Ja. Toen als model was het echt. Ik had echt heel veel problemen met haar. Maar ik heb er wel over de streep weer te halen om die confident in te brengen. Dat is het gewoon in de minste geval. En ik denk dat bepaalde dames dat ook hebben. Weet je, je wil niet eten van Mikado. Moet je misschien de partner die zegt van één. Ja, dat kan ook. We hebben het al gezegd, je moet ondersteuning hebben. Mm-hmm. Toch? Je moet sowieso een partner hebben dat er open voor staat. En de confident hebben de meeste van ze niet. Dat is echt wat een heel grote rol speelt. Dat ze niet confident genoeg zijn om het te doen. Maar ik heb heel veel modellen getraind in mijn leven. Dus ik weet ook wel hoe ik iemand confident moet maken. Mm-hmm. Toch? Ik heb echt heel veel modellen onder me gehad die het niet durfden. En uiteindelijk... Bepaalde fasen hebben zelfs met misverkiezingen meegedaan, gewoon omdat ze daarna zodanig confident waren. En dat is het allerbelangrijkste. Dus ik wil me ook wel inzetten, omdat ik vind dat deze sport echt een hele mooie sport is. Want als je kijkt in de gyms, beamen jullie ook dat er heel wat talent rondloopt? Er loopt verschrikkelijk veel talent rond. Ik ben vaak genoeg met Anthony, als we in 4R gym zijn, we zijn aan het trainen en dan kijken we ze van, die zou goed zijn voor een wellness, die zou goed zijn voor een bikini, weet je. Dus we zien het, we scouten dat talent ook wel, maar het moet ontwikkeld worden. Het moet ontwikkeld worden. En ik denk, een voorstel is als er misschien in de gyms alvast wedstrijden gehouden beginnen te worden. Snap je? Dat is gewoon onderling in de gym. Is er gewoon een kleine bikini competition of een wellness competition of een mensfysiek competition. En van daaruit denk ik wel dat het gaat groeien. Want kijk, als je in je gym een competition hebt, je kent eigenlijk iedereen die in die gym is. Een beetje je comfortzone. Precies. Ja. En het moment je dan die drempel of die vrees hebt doorstaan, toch, om mee te doen, 1 wedstrijd maar moet je doen. Dat is het afgelopen, hek van de dam. Ik heb één wel kunnen overhalen hoor. Dus die wil november wel meedoen. Zo, dat wordt in elk geval mooi. Ja, ja. In elk geval, het is een mooie sport. En hopelijk hebben de mensen het allemaal gehoord. Trouwens,
je mag vrouwen eigenlijk niet vragen hoe oud ze zijn. Maar je hebt ook wel vrouwen die hun leeftijd als drempel zien. Nou. Man, ik ben niet. Men voelt zich al confident. Ik heb man, ik heb kinderen. Dus weet je wat? Ik ben 40 jaar. Maar dus, meisje, liep dat je neemt je mee. Wat heb je die dames mee te geven? Die vrouwen. Ik heb ook man en kinderen, maar ik wil er ook goed uitzien. Precies. Ja. Ik word 39 jaar. Ik heb ook 2 kinderen. Hmm. Maar ik wil ook niet lopen met een. Een buiktasje. Snap je? Ik hou van mijn mooie kleren. Ik hou van mijn sexy kleding. Dus niet wanneer ik bijvoorbeeld een strakke jurk wil aandoen, zie ik een grote buik voor me. Snap je? Dus we moeten wel letten op onszelf, weet je? Een beetje eigenlijk. Ja. Je kan niet 28, 29 jaar zijn en dan voel je jezelf alsof je 50 jaar bent. Snap je? Ja, dus wat ik ervan kan zeggen is, je moet er niet goed uitzien voor iemand anders. Je moet er goed uitzien voor jezelf. Snap je? Veel mensen vinden dat als ze een bepaalde leeftijd al hebben bereikt, dat ze comfortabel zijn in hoe ze eruit zien. Toch? Je kan misschien comfortabel zijn in hoe je eruit ziet, maar je moet ook denken aan je gezondheid. En we mogen zeggen wat we willen. If you're obese, toch? Dan gaat sowieso je gezondheid eraan. Het komt met hart- en vaatziektes. Het komt met suikerziekte. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste waar mensen aan moeten denken. Aan je gezondheid. Het sexy zijn enzovoort is natuurlijk mooi. Maar het allerbelangrijkste is je gezondheid. As soon as you start, zodra je begint te trainen, je op je voeding begint te letten, dan werk je al aan je gezondheid. En als je die dingetjes begint te doen, dan gaat de rest eigenlijk een beetje automatisch. Het gaat vanzelf komen. Je gaat er dan uiteindelijk beter uitzien. En op het moment dat je er beter uitziet en je voelt je ook beter, ga je zien dat dat het een bepaalde culture gaat worden. Zeg van, ik moet naar de gym gaan, ik moet dit doen, weet je, ik moet trainen of ik moet gezond eten. Dus dat is voor mij. Opstaan en aanpakken. Precies, om even het allerbelangrijkste. Wat Charelle zei, om over mezelf te beginnen of om over mezelf te praten. Ik had vroeger ook last van migraine. Maar voor mij, water telde niet, water was om te baden. S'morgens een cola. Cola, sap. Water was gewoon om te baden. En je gelooft het of niet, Ernie? Ik drink per dag, ik kan nu hoor, drink ik per dag meer dan 4 liter water. Zo. En ik heb geen last van migraine meer. Je wordt helemaal healthy. En dan, vooral als je kinderen hebt, als je een gezonde vrouw bent, je bent een gezonde moeder, heb je ook gezonde kinderen. Want je hebt gewoon meer energie, meer tijd, meer aandacht voor die kinderen. En je gaat ook letten op hoe je die kinderen voedt. Ja, hoe je die kinderen voedt, wat je ze te eten geeft. En doordat je dat doet, zorg je dus automatisch voor dat je ook gezonde kinderen hebt. Want ik let er wel op, hè. Niet te veel zoet. Ja, dus dat is gewoon het allerbelangrijkste. Nog altijd de koffiepraat. Het is de dinsdagaflevering. En we hebben dus live in de studio gesproken met 2 powervrouwen. We hebben gesproken met Vanessa Henry Forster en Charelle Meijer. Het gaat erom dat u deze dames en de overige 9 atleten in de gaten moet houden. Want Suriname doet mee aan de Roger Boys IFBB Elite Pro in Barbados. En deze dames zullen Suriname ook representeren. Meedoen daar in respectievelijk de wellness bikini klasse en de bikini fitness klasse. Het zijn 2 kampioenen. De ene 2-voudig kampioen, de andere die is dus onder andere kampioen geworden in Guyana, Stage of Champions. En ook de laatste nationaal kampioen. Ze zijn er ready voor, ze zijn zeer enthousiast. Hopelijk hebben ze ook wat meer dames geënthousiasmeerd om dus sporten op te pakken, alvast recreatief. En van daaruit dus verder rollen. De komende weken zullen wij op Radio SRS Suriname ongetwijfeld wat meer aandacht besteden aan deze afvaardiging. Het zijn er 11 atleten, dus rekent u er maar op dat we misschien niet alle 11, want Motegi vooral bij de mannen. Komt een heleboel grumpiness en wat nogal meer bijkijken. Allama abe egi fasifa de mij bereiden en voort. Trama eurevelig. Trama no mandua interviews heeft. Kan helemaal voor manga Carlos Jai naar studio. Dus we moeten heel voorzichtig zijn met wie we in de studio halen. Nee, grapje. Het mag wel, maar we houden rekening met het feit dat afase sa de mij gono. Het wordt zeker voor de heren heel tighter en tighter en tighter. En de energie raakt op. Dus je zal dan zeer super zuinig moeten zijn met de energie die overblijft om in elk geval te shinen wanneer zij dus op de planken moeten staan. Maar wij komen hier sowieso op terug. Dames, bedankt voor het willen zijn in de studio. Dank je wel. Keep on doing what you're doing. En keep inspiring young
en andere women natuurlijk om dus ook sporten op te pakken en die healthy lifestyle na te streven. Trouwens, ook het bedrijfsleven wil ik oproepen om dus ook te kijken en zeker om te kijken naar deze sport. Met heel veel gebedel en kunst en vliegwerk lukt het de atleten weliswaar om wat middelen bij elkaar te sprokkelen. Maar we zijn er nog lang niet. Ook de overheid wil ik oproepen om in te komen. Wij hebben als bestuur van de bond ons dossier gedeponeerd. En we zijn nog wachtende. Maar kan doen op patiëntie, dus we blijven wachten en hopen dat we dan goed nieuws horen. Ik moet zeggen dat het bedrijfsleven wel inkomt en we danken ook de bedrijven die ingekomen zijn. We danken de SLM die deze delegatie super ondersteund heeft bij het in orde maken van de vliegtickets. Ook SLM willen we bedanken en alle andere bedrijven die op welke manier dat ook deze atleten ondersteund hebben en door dit interview misschien geprikkeld geraakt zijn om nog meer in te komen en te ondersteunen. Want al ongeveer 6 of 7 jaar is er lang in dominerende regio. Wat bodybuilding en fitness betreft, u kunt naar onze Facebookpagina gaan. U kunt oude artikelen opzoeken. We hebben duidelijk stappen gemaakt. We hadden 1 prof, Eddie Wilson, daarna Supekuse. En toen begon het te rollen en nu zitten we al op 6 of 7 pro's. En op deze competition moet het u niet verwonderen als we er nog meer pro's bij krijgen. Want zoals ik zei in mijn aankondiging, Rafael Comocario, die kan historisch onze eerste mensfysiek pro worden. Hij is goed in training, ziet er goed uit, zal het niet makkelijk krijgen, maar hij is ready voor, lekker rijp en helemaal ready. En dan hebben we natuurlijk nog good old Anthony Necro die er weer staat. En onze dames die competen en niet gaan om te spelen op Barbados. Dus check ons de komende tijd, want het wordt bijzonder spannend. We zijn over tijd, maar het mag. Carlos heeft ons toestemming gegeven. Dames, succes. Blijf trainen, blijf werken. Thank you. En wij spreken jullie gauw weer. We gaan eruit, dames en heren. Deze aflevering van de Koffiepraat. Hopelijk heeft u genoten. Morgen om 8 uur een nieuwe. Goedemorgen. Het is dinsdag. Goedemorgen. Toen speelde ze het lied Nu kon het toe af. Ik weet niet wat er met me gebeurde. Surinamers overal, de diaspora hotspot van...